In VDL aan de Achtseweg Noord lekte 3 liter van een bijtende stof. En dat gebeurde in een zuurkast. Dat is een beschermde omgeving. Als de stof met zuurstof in aanraking zou komen, ontstaat er giftig zoutzuurgas. In het bedrijf wordt onder andere kunststof verwerkt. Het personeel moest buiten het bedrijf wachten totdat de situatie onder controle was. De brandweer heeft metingen gedaan en daarna mochten werknemers van omliggende bedrijven weer naar binnen. Niemand raakte gewond.